is ik weer een nieuwe video te vloggen. En vandaag spelen we Brawl Stars. Laat die like achter. We gaan voor de 750 likes. En gebruik even de creator code Floris. Als je het niet gebruikt, ik ben hier met DC Wout. Als je het niet gebruikt hebt, ik skip gewoon allemaal woorden. Ik ben hier met DC Wout. Dat is wel een standaard speler waarmee ik de laatste tijd veel speel. En ik ga proberen. Niks proberen trouwens. Ik ga pushen naar Masters op Brawl Stars. Je hoort het goed. Masters op Brawl Stars. Ik heb er heel veel zin in. Road to Master. Ik ben heel benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ik ben niet benieuwd of het me gaat lukken. Want het gaat me natuurlijk lukken. Want ik ga met pro spelen. En dat komt helemaal goed. En ja, we beginnen deze video in Diamant 2. Ik kijk even of we deze video misschien naar mythisch kunnen pushen. Het ligt er eventjes net aan. Wout moet wel zo gaan. Ik kan nog met een andere speler. We gaan even kijken hoe het allemaal loopt. We gaan even kijken hoeveel we erbij krijgen. En er wordt gewoon genieten. Dit wordt gewoon puur genieten. Ik weet niet of ik elk potje die ik speel vandaag aan jullie ga laten zien. Het ligt een beetje aan hoe leuk een potje is. Dit is het allereerste potje gevarenzone. En ja, we gaan het gewoon... Oh, die is al gekozen. Ik krijg toch even allemaal... Ja, Sprout zit ik wel even te denken. Ik denk eigenlijk Sprout. Even kijken of Wout mij een tip gaat geven. Anders doe ik na 5 seconden Sprout. Oké, niet te lang. We doen Sprout. Het enige probleem met Sprout is dat ik die 9 heb. En ik weet ook niet waarom ik die nog niet geüpgrade heb. Ik wou dat speciaal genoemd. We hebben nu letterlijk 5 level 11's. En dan heb ik mijn Sprout level 9. Maar ik zag niet echt een andere knokker die ik liever wou doen. Leon geen optie. Piper en Belle geen optie hier ook, denk ik. Nita had misschien wel gekund op zich. Alleen die range mis je net in het midden, zeg maar. Dus dan kom ik er weer net niet lekker bij. Brock had ook op zich gekund, maar die heeft wel weinig levens. Voor, ja, nou trouwens, heeft meer levens dan Sprout met level 9. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet. We komen tegen één Master Guy. Oké, nou, dan wordt het nu eventjes echt opletten. En echt zien of we dit kunnen doen. Ik moet dan even gewoon goed gaan spelen met Sprout. Want anders gaat dit gewoon... Kan ik heel catchen? Nee. Anders gaat dit gewoon denk ik niet lukken. Nice. Nice. Komen ze daar al aan? Nee, top. Oké, we hebben nu controle over het midden. Nice, dan weet ik niet of ik nu Jackie eigenlijk wil insluiten. Heb ik nu wel gedaan natuurlijk. Maar deze manier kunnen we wel tijd rekken. Top. Top. Op zich spelen wij goed. We raken bijna elk bosje of struikje of hoe je het wil noemen. Dus dat doen we goed. Op zich doen wij het prima. Maar alleen doen we natuurlijk niet heel veel damage omdat level 9 zijn. Dat het niet heel hoog is. Oké, ik gebruik daarvoor mijn gadget. Moeten zij weer omlopen. Dus als stoppen kunnen wij... Ik moet sowieso Sprout gaan uppen. Ik wil sowieso, dat heb ik al in de vorige video gezegd. Ik wil sowieso een thrower gaan uppen. En ik vind Tick echt gewoon 6 keer 10 keer niks. Ik vind dat gewoon geen leuke knokker. En ik vind Sprout een beetje... ik vind Tick geen leuke knokker. En ik vind Dyna... Nou, Dyna zou op zich wel kunnen. Daar zijn we eindelijk neer. We doen het best wel goed voor mijn gevoel. We doen het best wel goed, alleen we winnen niet heel lekker. We zitten nu met 1 random. En de reden dat ik met een random speel is puur door... Kom, maak jij hem even af. Nice, dan krijg je toch allemaal de kleren. Nee, de pure reden met een random speel is puur omdat we dan extra elo krijgen. Dat is zeg maar mijn reden voor de random. Maar dan maak je natuurlijk jezelf wel een stuk lastiger. Ik vind die guy zo partij irritant. Het is echt ongelooflijk. Die loopt te boost of hoe je het ook wil noemen naar mij. Even kijken of ik hoe daar kan tikken. Ik doe niet heel slecht. Alleen, we begonnen ook echt helemaal niet heel slecht. We komen er nog niet echt doorheen. Ik kan moeilijk zien of dit nu door mij komt. Toch wel. Of door iemand anders. Het zal wel niet Wout zijn, want die is gewoon insane goed. Die zit ook masters op zijn main. Oké, dat ziet er wel goed uit. Die gaat boosten waarschijnlijk, die rechte guy. Daar moet ik even oppassen. Ah, shoot, er zit dat dingetje erop. 98%. Oh, dat ben je niet! Dat ben je niet! Ik wist dat ik erop moest stampen. Ik wist dat ik erop moest stampen. Oi, 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 oi. Wat een lekker leuk potje wel mee te beginnen. Ook omdat we zelf prima speelden. Ik denk als ik 1 kracht level hoog had, hadden we dit denk ik gewonnen. 2% is niks natuurlijk. Dat is echt net dat ene verschilletje. Maar dit is niet een slecht begin. Alleen we moeten natuurlijk wel nu beter gaan doen.
Ik werd een paar keer, ik heb op een gegeven moment gewoon een periode gehad dat ik gewoon niks raakte. Omdat, of nee, niks raakte was niet het geval, maar gewoon heet het doodging. Nice. Omdat die guy, ja, omdat dit is gebeurd, zeg maar. Ik spende daar mijn ding. Oh, dat doet de hit wel, maar nog wel. Oké, weer een sterker begin dan een tegenstander. Ik vind het leuk dat dit een beetje spannend is. Ik vind het eigenlijk leuk dat het er volledig overheen gaat. Nice. Of als dit gaan rammen. Nee, krijg je hem weer hoor. Dus ik kan hem niet doodgaan. Nice. Ah, die mis ik hè. Nee, die mis ik niet. Top. Nieuwe struik alvast. Moet we alleen die andere guy afhouden. Nou, er komt nu Jesse. Daar ga ik alvast even vanaf. Ik word toch zo gekild dan. Top. Heel goed random. Heel goed. Oké, okay, nice. Komen ze daar? Nee, ze zijn er nog niet. Oké, okay, nice. Dan pakken we nu wat, wat damage. Nice. Oh jongens, wat gaan we lekker. Ik denk ook dat we nu deels winnen, omdat ik nu eindelijk een keer goed speel. Hoppatee, Lou gaat niks doen. Lou moet lekker omlopen, Lou. Irritant, hè, Lou? Heel irritant. Hoppatee. Moeten we weer oppassen weer voor Jesse. Het heeft nu de hypercharge en inderdaad dat dingetje. Dus gaan we even naar achter. Maar dit is een easy overwinning, zeg. Ik was bijna, ik deed daar een beetje voorzichtig. Voorzichtig juist niet, andersom van voorzichtig. Roekeloos. Want ik dacht van 5 seconden, jongens, dat is gewoon erop rammen. En dat gaat Jesse denk ik nu ook gewoon doen. Of Jackie bedoel ik, die gaat dat nu ook gewoon doen. Hoppatee. Even zo. Dus dit is een easy overwinning. Kijk, dat wil ik zien, boys. Dat wil ik zien. Easy overwinning. Gaan we door naar het laatste potje van Gevarenzone. 1 tegen 1. Ik ga sowieso Sprout upgraden. Misschien wel naar dit potje. Nee, niet naar dit potje. Ik wil een aparte video van maken. Ik vind het leuk om aparte video's te maken over bepaalde knokker die ik dan upgrade. Een hele video mee speel. Ik wil nu het volgende potje niet weer met Sprout gaan spelen. Maar ik ga sowieso Sprout upgraden. Jackie moet even die... Jackie moet eventjes gewoon het pad vrijmaken, zodat we door kunnen pushen. Nu mis ik... Oké, nu heb ik echt nog niks geraakt. Dit. En dan gaat Jackie afmaken. Nice. Oké, top. Raakt hem weer. Struik. Maar ze staan nu toch aan de rechterkant. Even oppassen dat gaat bouncen. Inderdaad. Top. Oké. Okay. Zit Lou daarachter verstopt? Die Lou die blijft er ook de chillen. Die is gewoon dood natuurlijk. Lou. Wat een miljoen. Hoppatee. Jackie neer. Of Jesse bedoel ik, sorry. Jesse neer. Hij heeft een special. Ga ik even naar achter, anders boost hij ook op mij. Oké. Okay. Nice. Nice. Op zich combo Jackie Sprout is ook geen verkeerde. Want Jackie haalt ze allemaal bij elkaar. Ja, daar ging ik naar. Ik had het ook al. Ik zag het al aankomen. We staan wel dik voor. We staan 30% voor. We staan 30% voor. Om die Jesse nu. Of Jackie, sorry. Waarom zeg je dat Jesse? Voor mijn gevoel nu veel meer doet dan het eerste potje. En ik denk dat we daarom. Of Wout speelt gewoon beter. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb niet heel veel op Wout gelet. Ik denk dat ik het vaak niet nodig heb. Wacht even hoor. We hebben nu onze voorsprong bijna verpest. Nou, verpest. Weggegeven gewoon. Nice, we raken het wel. We spelen wel goed, maar de hele voorsprong is weg. En dan wil ik eigenlijk gewoon als tip geven. Of nou ja, kom ik met mijn tips. Noep, maar wat nou als we gewoon even met z'n drieën. Want we stormen er steeds één voor één in. Hoppatee, blok. Ja, dan moet ik er weer helaas net uit. Maar dat kan... Nee, hier kan hij dit niet killen. Oh, die hypercharge. Nee, ik kan er niet doodgaan. Jackie, kom op nu. Ah, nu moet je gaan. Nu moet hij die kill pakken. Als hij Jackie is neer. Ja, nu hebben we verloren, denk ik. Oh, Wout pakte wel eentje. Oké, okay, als we nu heel even wachten. Want we kunnen nu allemaal niet dood. Dan ga ik net dood. Op een heel belangrijk moment. Daar is wel Jesse weak. En nu moet Jackie het doen. 97%. Hij doet het en hij doet het niet. En we verliezen het eerste potje. Ontzettend close. Normaal gesproken vind ik het niet leuk om potjes te laten zien. Maar dit potje vond ik zelf dat ik goed speelde. En het was ontzettend close. Maar wel helaas een loss. En dan ben ik zo weer terug bij het volgende potje. Het is knockout zoals je kan zien. Dit is de opstelling. Ik wou eigenlijk met Bell spelen of met Piper. Piper werd geband of geblokt. En Piper werd geblokt en Bell speelde natuurlijk Wout mee. Dus nou, dan doen we de andere range knokker die we hebben. Dat is Brokkie.
En dit gaat weer een partij leuk worden. Ik heb er zin in. Let's go. Schiet hier naar links. Oh, dat is on... Oké. Dus vaak denk ik dan dat ik op die kant op moet. Dit is echt een map die ik echt ontzettend vaak gespeeld al heb. Even oppassen voor die moord dus wel. Natuurlijk gaat de random nu neer. Ja, dan wordt het... Oh, nou. Oh, daar had ik hem al. Wout had hem daar gepakt. Oké, 2 tegen 1 is easy. 2 tegen 1 is easy. Als we hem gewoon even langzaam afpakken. Hij gaat slim de rechterkant op. Dan snij ik hem hier af en dan gaat Wout via rechts. Of niet. Oh, niet gaat hij waarschijnlijk doorpushen via... Gaat sowieso nu terug via... Oh, nee, hij gaat blijven... Huh? Wat gebeurde daar nou weer? Dat sloeg echt helemaal nergens op. Nou ja, gaat Wout het afmaken, denk je dan? Natuurlijk gaat Wout het afmaken. Easy peasy, lemon squeezy. Oi, oi, oi. Sneaky schot daar. Dan wordt het kleiner en kleiner en kleiner. Ja, dan wordt Wout gaat sowieso winnen. Hoppatee, ontwijk de special. Natuurlijk. Hoppa, hoppa. Nog een keer. Bam, bam. Target. Oi. Oi. Easy peasy, lemon squeezy. En nu gaan wij een kill maken. Hoppatee. Louis, we hebben jou niet nodig. We hebben jou niet nodig, inderdaad. Blijf lekker daar staan. Dan worden de enemies bang, want dan denken ze dat ze er nog 2 moeten. Oh, ik ga toch iets doen, oké. Eigenlijk wel iets beter dat hij iets gaat doen. Nice. Ik wist niet dat hij zo weak was, maar I'll take it. Nou. Gaap. Veel te makkelijk. Veel te makkelijk. Veel te makkelijk. Huh? 102, we hadden het er net ook al gevonden. Wout killde letterlijk. Nou ja, prima. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Maar ik vind, was het een gelijkspel? Nee, dat was helemaal geen gelijkspel. Nou, prima, want dat zou het ronde 3 zijn ook. Nou, prima, doen we het toch gewoon nog een keertje. Doen we het toch gewoon nog een keertje lekker makkelijk. Dan zet ik deze in. Easy. En als Wout dan via links gaat, kan ik zo wel een beetje. Oké, Mortis, wat ga je doen? Ik denk dat je mij 1-op-1 wel pakt. Yeah, nou, nee. Eigenlijk niet. Hebben we dan nu wel gewonnen? Oh, dan moet ik nog een derde. Oh, het is natuurlijk de eerste. Oh, wauw. Ik zo. De comments gaan vol zitten. Verwijder je comment alsjeblieft. Bewerk hem naar. Grapje, Floris. Ik snap dat je niet dom bent of zoiets. Oi, 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 oi. Dit is natuurlijk gewoon best wel free. Ik ben ook echt een paasei soms, hè. Ik ben ook echt een paasei soms. Hij komt helaas niet. Oké. Oké, even een beetje wachten, beetje wachten, beetje wachten. Nice. Nice. Ik dacht al, want als we nu al gewonnen hadden ook, dan was het wel een heel snel potje geweest, zeg maar. Maar het is nu alsnog een heel snel potje, want we hebben ook gewoon nu weer gewonnen. 3-1-6-0-3-3. Prima, Bex, weer terug bij het volgende potje. Oh nee, eitje eerst. Zeldzaam. Saai. Mutatie. Boring. Welke mutatie is het? Wel, oké, prima. Laatste potje van de video. Knokbal, Wouters, Bibi, Tara en Nita. En ik natuurlijk Nita. Dit is een lekkere map voor Nita. Nita knokbalstrijder ook. Of mijn knokbalstrijder. En dan is dit een laatste potje van de video. En dan is dit gewoon de diamond video geworden. Dan zal de volgende video in mythisch zijn. De volgende video daarna in legendarisch zijn. En ik denk dat we een paar video's in legendarisch gaan maken. En dan gewoon master. Ja, jongens, het is gewoon zo... Is het echt zo simpel? Vragen jullie je af. Het leven is soms echt zo simpel. En dat is ook gewoon dit seizoen echt zo simpel. Want kijk hoe makkelijk wij diamant helemaal met de grond gelijk maken. Ik snap het, ik snap het, ik snap het. Diamant is niet legendary. Diamant is ook geen master. Wat de hel? Onze random is echt een zieke strijder, zeg. Onze random is een zieke strijder, dat is niet normaal. Het is nog nooit zo makkelijk gegaan. Dit is nog nooit zo makkelijk gegaan met een random. Holy damn. Oké, nou, dan doen we nog een laatste potje en dan... Dacht ik dat het een lang video zou worden, maar het valt zo wel mee als we deze knokballetjes zo easy winnen. Dan ga ik na deze video lekker door met pushen ook. Dan, Wouter kan nog tot nog een tijdje, ze kunnen nog even één potje offscreen doen. Maar ik wil de video niet 20 minuten maken. Ik vind altijd een beetje tussen de 12 en 18 minuten. Dat is mijn sweet spot, zoals ze dat zeggen in het Engels. Even afstand nemen, anders kan die... Shelly me pakken. Even wachten. Een beetje regeneren daar, Shelly. Dat is dan niet helemaal wat je wil natuurlijk.
Nee, Shelly komt niet pushen. Oh. Oef, daar wou ik snel mijn gadget gebruiken. Die gebruikte ik uiteindelijk ook nog. Maar Shelly was al neer. Ik weet niet hoe Shelly mij daar niet gekild heeft. Want die had letterlijk een special zelfs. Die had letterlijk zelfs nog een special. Maar kennelijk niet, kennelijk niet. Dan ga ik via links. In het midden heb ik net die range niet. Maar dan vaak lopen ze. Als ze dan te sterk zijn in het midden zijn en ik loop eromheen. Dan lopen ze zeg maar. Dan hebben we minder kracht in het midden. Waardoor in het midden. Nou, dat is zo easy. Waardoor de tegenstanders dan doorlopen. Dan moet ik uiteindelijk toch weer teruglopen. Dan heb ik eigenlijk net niks gedaan. Dus misschien kan ik soms beter wachten. Dit ging echt insane lekker. Dan gaan we nu richting Diamant 3 maar. Ik ga hier wel de video eindigen. Jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Gaat het mij lukken, denk je dan? Gaat het mij lukken, boys? Gaat het mij lukken om masters te halen? Laat even achter in de comments. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Even kijken. Zie je de volgende video. Tot dan, mensen.